De gevestigde media worden steeds vaker weggezet als fake news. In deze video ga ik je uitleggen waarom het belangrijk is om te kunnen bouwen op betrouwbare bronnen en veelzijdige journalistiek. En waarom dat een basis is voor een democratische samenleving. In een samenleving zijn er verschillende rollen te verdelen. Zo zijn er mensen die aan de macht zijn, denk aan politici. Zo zijn er de mensen die wetten en regels uitvoeren en je hebt de rechterlijke macht. Deze trias politica is de basis voor een democratische samenleving. Maar ondanks dat we het zo hebben ingedeeld, wil dat natuurlijk niet meteen beloven dat het ook goed loopt. En daarom is het nodig dat er mensen zijn die daarop toezien. En dat is waar journalisten om de hoek komen kijken. Want journalisten hebben de rol van poortwachter. Gevestigde media hebben zich te houden aan allerlei regels en principes. Zo zal een journalist van een gevestigd medium zich altijd baseren op één bron is geen bron. Oftewel, als maar één iemand het verhaal vertelt, dan is dat gelijk aan het hebben van geen enkele bron. Je moet een verhaal altijd vanuit verschillende perspectieven kunnen bezien. Nou kan iedereen natuurlijk een video opnemen of een blog schrijven en dat posten op het internet. Maar daarmee ben je niet meteen een journalist. Met de gevestigde media heb ik het over bijvoorbeeld de Volkskrant, NRC Handelsblad, het NOS-journaal. Allemaal voorbeelden van media waarbij er verantwoording wordt afgelegd. En waarbij de mensen die daarvoor werken zich houden aan allerlei regels en principes. Nou is fouten maken natuurlijk menselijk. Bij de gevestigde media is er ook over nagedacht hoe die fouten weer hersteld kunnen worden. Wanneer een medium een fout maakt, dan zal er een rectificatie moeten plaatsvinden. Misschien heb je het wel een keer gezien in een krant, waarbij er verderop in de krant een rubriek was waarbij kranten weer terugkwamen op een eerder gepubliceerd artikel. Bij berichtgeving is het altijd belangrijk om te letten op de bron. Wat zegt de bron nou precies over de inhoud? En aan welke journalistieke codes moet deze bron zich houden? Is het een website die door één iemand in stand wordt gehouden en die bepaalde meningen heeft? Of is het een hele redactie waarbij mensen elkaar controleren en waarbij er ook nog andere instanties zijn die daarop toezien? Gevestigde media zijn dus nodig om de macht te controleren. Dat wil natuurlijk niet betekenen dat we niet kritisch mogen zijn. Ik vind het dan ook een goede vraag om na te denken of de maatschappij, zoals wij die hebben, goed vertegenwoordigd is in de media. En ik daag je dan ook uit om dit in de klas te bespreken en je studenten te bevragen wat zij nu missen binnen de gevestigde media en wat zij eventueel anders zouden doen. Kan je daar wel wat hulp bij gebruiken? Kijk dan nog naar onze lessen op onze website.